Een hele goede middag, morgen of avond, wat het ook mag zijn. Welkom terug op mijn kanaal. Deze video is in het Nederlands en daar heb ik bewust voor gekozen omdat ik ben gevraagd door een hele bekende Nederlands YouTuber of ik misschien een auto voor hem kon regelen. Lange weg, lange weg. Vraag mij om een auto, ik bel Edwin en Edwin die zegt, tuurlijk, welk wil je? Dus ik zit in een Ferrari F12 Berlinetta, 750 pk, topsnelheid. 360, mag ik dat zeggen? Ja, oké. Okay. En toen heeft net zijn rijbewijs weer terug. En die willen we graag houden. Dus de 301 van de vorige keer, die doen we deze keer maar niet. Ik heb natuurlijk al eens eerder een video gemaakt met deze auto. Daar kan ik wel wat shots van in deze video doen. Die mooi. We staan voor een stoplicht. Het is 2 uur rijden, dus het is nog wel een stukje. En ik ga ervan uit dat wij momenteel aangehouden worden. We hebben geen nummerplaat aan de voorkant. Hij is geleverd zonder nummerplaat. Dus hij is mooier zonder nummerplaat, maar het zou niet echt mogen eigenlijk volgens de regels. Zwaaien we. Nou, ik ben hier samen met Calvijn. Hey. En voor de ja. Ferrari, kun jij misschien uitleggen aan mensen hoe ik hier kom? Het ging als volgt. Ik was bij een event waar jij ook was. En toen raakten we aan de praat. En toen zei jij dat je video's maakte over auto's. Toen zei ik, oké, vet. Want ik heb opnames over 3 weken. En daar heb ik een auto voor, een hele dikke auto voor nodig. Toen had ik jou gewoon gevraagd. En dat is gewoon de kracht, mensen. Als je gewoon iets, als je voelt dat er een soort van connectie is, moet je gewoon even compacten met elkaar, connecten, want misschien heb je er wat aan. En toen ging het eigenlijk allemaal verkeerd, dacht ik, bel gewoon heel erop, vraag gewoon, hey, dat was vorige week, dat ja, was precies 7 dagen geleden, ja. Toen kreeg ik een berichtje van Calvijn, ja. Goh, ik heb een auto nodig, kan jij misschien helpen? Nou ja. Ja, dat ging eigenlijk heel soepel. En nu zijn we hier. Bedankt papa, bedankt Peter, bedankt Noah, bedankt. Kom ze door je wijk nu! Wat ze nu aan het doen zijn is Noah, het jongetje van 10 met wie ik al fijn de rap heeft gemaakt, om ervoor te zorgen dat hij in de Ferrari rijdt. Dit was de videoshoot. En het is super goed gegaan en het is super mooi geworden, dus dat sowieso. Dus ik ben super dankbaar. Ik ben ook Edwin heel erg dankbaar. De eigenaar van de auto, maar ik ben heel eigenlijk stiekem nog iets dankbaarder. Check de video, want hij is echt sowieso super gaaf geworden met Noah. 10 jaar, super gaaf. Ja. Echt. Ja. Die heeft er ook van genoten. Sowieso het kijken waard. Check het gewoon even. Ja. Mensen moeten het zien. Ja, tot de volgende keer. Bye. En zo ben ik weer thuis. Het was een dag van ongeveer 7 uurtjes. We waren om 11 uur weg. Het was 200 kilometer rijden, dus dat is ongeveer 2 uur. En dan weer 200 kilometer terug. Maar we zijn er weer, veilig en wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.